De zware wapens die de afgelopen maanden in beslag zijn genomen door de autoriteiten zijn mogelijk afkomstig uit de Verenigde Staten, zei minister Kenneth Amoxie van Justitie en Politie vandaag voor aanvang van de vergadering van de Raad van Ministers. De bewindsman stelt nu nog geen informatie prijs te kunnen geven over het onderzoek dat is ingesteld door justitie over de herkomst van de wapens. De korpsleiding is bezig met buitenlandse autoriteiten om eigenlijk data uit te wisselen en te werken aan de herkomst van deze wapens. Ik kan me niet uitlaten over als ze bij het leger thuis horen en dergelijke. Wat ik wel weet, dat sowieso wij Suriname produceert geen wapens. En de onderzoeken hebben uitgewezen dat de meeste wapens meestal uit Amerika komen. Waarschijnlijk smokkelwapens, als zodanig nog niet geplaatst zijn. Dan zijn het sowieso smokkelwapens. Ik breng in herinnering dat niet zo lang terug uit een pakketzending dat er munitie was aangetroffen. Dus dit zijn allemaal die smokkelroutes. Volgens de minister worden de illegale wapens ook via de rivier naar binnen gesmokkeld. Eerder zijn er ook al personen met illegale wapens aangehouden op de rivier.